Cambuur bij Leeuw Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Alex Bangura, vandaag je debuut in de basis. Wel een paar keer ingevallen natuurlijk, maar zo'n basisdebuut lijkt me toch wel extra speciaal. Hè? Ja, precies. Dat is eigenlijk een beetje waar je het voor doet. Dat je een beetje een beloning krijgt van dat harde werken dat je dan hebt vertoond en laten zien tijdens trainingen of tijdens je invalbeurten. Dus zeker een goed gevoel, ja. En hoe ga je zo'n wedstrijd dan in? Met extra drang om je te bewijzen misschien wel? Nee, juist niet. Gewoon lekker ontspannen. Gewoon doen waar je goed in bent. Dus ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Nou, wat was de opdracht van de trainer vandaag voor jou? Linksbuiten stond je geloof ik. Wat was jouw taak, zeg maar? Ja, mijn taak was om hun natuurlijk gewoon het heel lastig te maken. En hij zei gewoon lekker vrijuit spelen. Gewoon doen waar je goed in bent. En dat was het eigenlijk. En dat konden we zeg maar, laten we gisteren hebben dat natuurlijk gewoon getraind. En ja, dat doen we heel de week. Dus gewoon de tactische dingen, zeg maar. Dat is wat hij tegen me heeft gezegd, zeg maar. Dus een 0-0 eindresultaat uiteindelijk tegen Topos. Kun je als Cambuur toch niet helemaal tevreden mee zijn, denk ik? Nee, natuurlijk. Het hoogst haalbare zijn gewoon de 3 punten natuurlijk. Maar ja, als ik zie hoe ons ploeg gewoon vandaag hard heeft gewerkt en gewoon voor elkaar, dan is dit gewoon een begin van een misschien een mindere periode die we achter de rug hadden met mindere resultaten. Ik denk dat dit qua hard werken misschien nog niet voetballend gezien nog niet top, maar ik heb wel vertrouwen dat het gewoon gaat komen. Is dus in elk geval heel erg blij dat je de fase achter je hebt gelaten waarin er helemaal geen resultaat meer werd geboekt, zeg maar. Ja, precies. Dus ja, het is nu gewoon vooruitkijken en ja, de fase wat u zegt gewoon achter ons laten en gewoon voor gaan, zeg maar. Dan gaan we vooruitkijken. Is het volgende week RKC uit? Sta je dan weer in de basis? Ja, dat ligt aan de trainer. Hè. Daar heb ik nog geen invloed over. Ja, ik heb er wel invloed over. Gewoon laten zien dat ik lekker hard moet werken. Gewoon tijdens trainingen laten zien. En denk je dat gaat lukken tijdens de komende trainingen? Zoveel indruk maken dat je er weer staat? Ja, ik zelf heb vertrouwen in. Ik ga er sowieso vol voor. Dus aan mij ligt het niet, aan de trainer. Dankjewel.